Goedemorgen allemaal. Ja, zoals je ziet, het is wit. Het is gesneeuwd. En ja, ik ga nu naar de bushalte. Dus ik hoop dat ik de bus nog red. Ik ga 10:30, moet ik weer zitten. Dan pak ik de metro. En dan zie ik zo'n wat als het rest even al feiten. En ja, lekker gesneeuwd vannacht. En ja, nou even kijken wat we gaan doen. Ja, Steven Brugman was ook komen, maar hij heeft me nog steeds niet geappt. Dus ik weet niet of hij nog komt vanuit de weg of zo. En ja, zie ik jullie straks weer. Ik wacht dit momenteel op de bus. Komt over, schrijf ze daar 2 minuten. En dan pak ik de bus naar de halte en dan Wilgenplaslaan. Dan pak ik tram of metro. En dan op het Rotterdam zie ik Steven straks. En tot straks weer. Ik loop nu richting de metro. En ik zag net een tram die had 3 kwartier vertraging en die zat helemaal tot de nok toe vol. Dus ja, ik ga maar naar de metro's, tenminste beter dan in de tram zitten. Maar ja, metro's ook wel lekker druk zijn. Ja, ze net 1 weg met +5, dus dan ga ik kijken waar ik loop. En ik ging net al bijna op mijn bakkers hier. En ja, ik loop nou naar de metro. Dus helemaal daar achteraan. En ja, dan maar wacht ik de metro zo meteen naar Centraal Station. Dat zie je straks weer. Dit momenteel op Meijersplein, wachtend op de metro. En ik kon hier net het vliegtuig weggaan. En we gaan zo naar Centraal Station tegen Feitel. En dan zie ik wel waar ik naartoe ga met de trein voor vandaag. Dus, we zijn onderweg naar Roosendaal in de 487-15. Hoi Stefan, hoi. En we zijn dan net vertrokken uit Rotterdam Centraal. En leuk is, nu als we bij de Blaaktunnel bezig zijn, stoppen we er niet. Wat vinden wij daarvan? Leuk hè? Normaal stond deze trein altijd in Blaak. Oh, god, weer zo'n vieze trein daar zo. Terwijl we zelf ook in zo'n vieze trein zitten naar Roosendaal. En daar gaan wij de Zeebrugge autotrein afwachten. Want die is om 8:30 in Arnhem geweld. Dus even kijken of we dat nog gaan redden. En ik zie. En dat hopen wij, ja. Heel erg. Ja. Dus ja, het is weer een hele nieuwe trein. Dus ja, dat vinden we helemaal top. Tot straks. We staan dit momenteel op Dordrecht met LTE gespoeld met een containertrein. Wat vonden wij daarvan? Saai, geweldig. Hè? Geweldig! Geweldig! Had alleen de 206 moeten zijn. Ja, in plaats van de 189.095. Saai zwart kuthok. En hier staat de trein naar normaal naar Lelystad, die nou niet verder uit dan Amsterdam. En een scum. En ja, we hebben net de Zeebrugge autotrein gezien. Die kwam keivoet binnen. Dus we verwachten even af of die nou met een 6500 ervoor komt. Het zou wel leuk zijn. En dat zien we straks dan wel, hè Stefan? Ja. En dan maar wachten op die goederentrein. Ja, even in de kou en je ziet het. Lekker sneeuw, sneeuw. Eindelijk! Jee, kan je sneeuwplaatjes maken. Jolo. Jolo, tot straks. We staan nog steeds op dat koude Dordrecht, Stefan. Ja, hoi. En we staan nog steeds te wachten op die autotrein. En ja. Het is nou dik bijna 1, dus nu 3 kwartier verder. Hij is nog niet voorbij, maar we wachten wel af totdat hij voorbij komt. En nog steeds in dat leuke gesneeuwde Dordrecht. Het enige wat we net hadden gezien is LTE met de containertrein. Nou, jippie, ja, jee. En ja, dan wachten op die Zeebrugge autotrein. En ja, dat vinden we helemaal top. Top, ja. Schum, wie stil, ja? En ja, tot straks maar weer. We zitten nu in de sprinter en we gaan even voor langs Keivoek rijden om te kijken of die autotrein er nog staat. Hè Stefan? Yes. En ja, dan kijken als we het zien dat die daar staat, stappen Barendrecht weer uit en gaan we weer terug naar Dordrecht. En ja, dus we zien het wel. Hè Stefan? Ja, we gaan het zien. Ja, we gaan het wel zien. Ja, of eentje rijdt en de andere wacht hier, kan ook. Ja, of één stapt Zwijndrecht uit dan de andere Barendrecht. Ja. Nou, dat ja. Stap ik Zwijndrecht wel uit. Hij dacht dan andersom. Oh. Morgen. Ja, maar ik heb hem ook nog niet. Dus, oké, okay, die is vandaag. Ja, dus een van ons moet even kijken wie Zwijndrecht daar gaat, wie Dordt. Dus, ja, of Barendrecht dan. Mm-hmm. We zitten nu in de trein naar Gouda. Gaan we kijken of we voor de Airnet flirten. Wacht even, voor de Airnet flirten. Ja. Ja, hier staan onze fotocamera's. Nee. En dan gaan we even de Airnet flirt doen en dan even kijken wat we verder nog gaan doen. Ja, Steven? Yes. Ja. En toch uiteindelijk is die Zeebrugge niet gekomen, want hij stond blokloos op de Keivoek. Dat
vond ik een beetje jammer. Zeer jammer. Ja. En Waardeloos. Ja, toch ook wel. En ik ben gewoon helemaal kop. Ja. Stomme DB. Maar ach. Toch straks. Ik ben naar Rotterdam, Alexander. Stefan die is naar huis. Ik ga ook lekker naar huis. Wacht op de bus. Gaat over 9 minuten. En ik heb gezien om met de sprint te gaan. Dus ik weer tram op bus. Nou, meneer Pak had gelijk de bus nemen. Hij staat daarachter. En ja, dus ik ga lekker naar huis. Ik hoop dat het is gewoon een korte vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Geef even een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog. Later.